Welkom bij de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard Tevelde en mijn missie is mensen en bedrijven helpen groeien. Dat doe ik onder andere door het delen van mooie verhalen over groei en ondernemerschap. In deze aflevering van de Groeivoer podcast kun je luisteren naar een interview met ondernemer Björn van Koppen. Beter bekend als Butcher Björn. Björn heeft een YouTube-kanaal opgezet, Butcher Björn, waar je nader kennis kunt maken met de veelkleurige persoon die hij is. Ik moest meteen denken aan Salt Bae. Misschien ken je hem wel. Dat is die gast uit Turkije die ook fenomenale filmpjes maakt op YouTube en die enorme lappen vlees door de lucht smijt en grilt en aansnijdt en als soort van victoriegebaar aan het einde zout over het vlees strooit. Nou, ik heb dus met de Nederlandse Salt Bae in spe gepraat, Butcher Björn. Wat ik zo cool aan Björn vind is dat hij een gewone slager is, tussen aanhalingstekens, maar eigenlijk gewoon heel bijzonder is en dat ook online laat zien. Björn en ik ontmoeten elkaar in speciaalslagerij Van Koppen in Naaldwijk, de regio waar Björn is opgegroeid. Een prachtige zaak die volledig opnieuw is ingericht en waarbij erg goed is nagedacht over de optimale inrichting van de winkel. Ik zie Björn niet echt als een slager, als ik eerlijk ben, maar meer als een ondernemer die min of meer toevallig in het slagersvak is beland. Dat neemt niet weg dat Björn een grote passie heeft voor wat hij doet, voor een goed stukje vlees en voor het slagersvak. In dit interview hebben we het over allerlei onderwerpen. We hebben het over business coaching. Waar moet je naar luisteren en moet je niet vaker gewoon naar jezelf luisteren? We spreken over de macht van de supermarkten die massaal goedkoop vlees aanbieden en hoe je hier als ondernemer tegenop kunt boksen. Björn is ook met iets heel cools bezig wat nog maar net in de kinderschoenen staat, maar heel groot gaat worden. Cool to Meet You, een online business model voor het bezorgen van vleespakketten in heel Europa. Björn is een echte, slimme ondernemer en heeft die skills ook ingezet om zijn vrouw te helpen bij het opzetten van een kledingbusiness. Ook dat loopt goed en ze gaan binnenkort naar een grote pand verhuizen. Kortom, Björn is een veelzijdige ondernemer, een hele toffe kerel en ook zeer zeker de moeite waard om in de gaten te houden. Heel veel luisterplezier gewenst met dit interview. Björn van Koppen, vertel, wie ben je? Wie ben ik? Oh jee. Wat een vraag, hè? Ja, precies. Ik ben slager, Naaldwijk. Speciaal slagerij hebben we. En ik ben heel mijn leven al slager. Makkelijk. Ik was klein ventje, werkte ik al bij mijn oom in de slagerij. En ik wilde altijd een slager worden. En mijn oom zei ook al toen de tijd van, joh, weet je, als je groot bent, dan neem je deze tent over. En dan, denk, dat gaan we zo doen. Diploma's gehaald. Ja, toen begon ik toch maar eens een paar keer aan zijn shirt te trekken. Van, joh, wat denk je ervan? Als ik het ook ga overnemen. Maar daar kwam eigenlijk niks van, steeds van zijn kant. En hij had samen met iemand anders ook nog dat bedrijf. En een keertje hadden ze bij mij thuis hadden ze uitgenodigd. Toen kwam de ene afspraak. En daarna kwam de ander. Toen kwam de ander weer niet. Dus dat werd eigenlijk steeds niks. En samen, twee kapiteinen op een schip is af en toe lastig. En ze kwamen er samen ook niet helemaal uit. En de werksfeer werd daardoor ook steeds minder. Oké. En welke periode was dat? Dat was eind jaar 98, 99. Oké, ja. En jouw oom die had dus een slagersbedrijf van Koppen? Dat heette toen Scholtes. Slagerij Scholtes, een dorp verderop. Ja. Maar daar heb ik allemaal diploma's gehaald. Enorm veel geleerd. Positief. Ook dingen dat ik geleerd heb, negatief. Dus daar kun je ook van leren, hè. Dingen hoe je het niet moet doen. Maar uiteindelijk, ik had het echt niet meer naar mijn zin. Dus ik zei, joh, het maakt niet uit wat ik ga doen, maar ik ga wat anders doen. Ja, toen zochten ze hier in Naaldwijk, waar ik eigenlijk opgegroeid ben, zochten ze een bedrijfsleider. Aha. Nou, dat ben ik toen gaan doen. Maar goed, ik was bedrijfsleider en ik kon die tent runnen zoals ik zelf wilde. Ja, ik kwam wel steeds op het gevoel van, ik wil nog steeds wel voor mezelf eigenlijk wat beginnen. Dus ik denk, ik ga het eventjes tegen die waar ik toen voor werkte aangeven van, joh, luister hier, ik heb nog steeds wel die plannen. Ik heb het perfect naar mijn zin, maar het kan wel eens zijn in de toekomst dat er wat gaat gebeuren. Aha. Hoe oud was je toen? Ongeveer? Ja, het is 2002 dat ik voor mezelf, dus dat is 17 jaar geleden. Ja. 27.
En kom je uit een slagersfamilie of zo? Of achtergrond heb je? Nee, ik heb helemaal niet zoveel achtergrond voor de rest. Want mijn vader die werkt altijd in de bouw. Keihard gewerkt. Heel zijn leven. Geen ondernemers voor de rest. Op mijn oom na, zeg maar, in de familie. Ja. Bij de kant van mijn vrouw ook. Geen ondernemers. Dus het is gewoon ik denk dat ik gewoon natuurtalent ben. Ja, precies. Ja. Zonder enige achtergrond. Ja, want dat hoor je vaak, hè. Dat mensen die uit een ondernemersfamilie komen, die rollen veel makkelijker het ondernemerschap in. Je hebt het allemaal zelf moeten uitvogelen. Je had dan misschien je oom. Heb je daar ook hulp van gehad? Nee, helemaal niet. Nee. Want ik was gelijk uit beeld toen ik daar wegging. Ja. Dus ja, wat ik al zeg, ik ben 2 jaar je bedrijfsleider geweest. Op een gegeven moment ga ik die tent hier dan overnemen. Ja. Overigens met die werkgever van toen de tijd, die kwam ook echt, om dat verhaal even, net even terug te komen, die kwam ook echt binnen no time. Hij zegt, joh, maar dat wist ik al. Ik zeg, dat wist ik al. Ja, hij zegt, ja, dat zie ik wel in je, dat zie ik wel aan je, dat je dat in je hebt. Ja. Hij zegt, maar daar kom ik op terug. Dus binnen een paar weken kwam hij met een A4'tje, met een bedrag erop wat hij voor het pand wou hebben, inclusief slagerij en alles. Zo. En dat was me echt gegund. Dus ik heb gauw achter ja gezegd. En we hebben nog steeds goed contact met elkaar. En dat is eigenlijk min of meer een betere mentor eigenlijk als van mijn oom. Ja. De 3 slagerijen toen de tijd. Aha, ja. En dus met de andere 2 verder gegaan en deze afgestoten. Aha. En waarom zult hij hem afstoten? Ben ik wel benieuwd naar. Had hem, liep het niet? Of, nou, had hem heel impulsief gekocht. En toen de tijd was dat ook omdat ze dorp Naaldwijk uit gingen breiden. Met een hele grote woonwijk. Die staat er inmiddels ook. Maar dat ging niet snel genoeg naar zijn zin. Dus hij denkt, ja. En hij was ook al min of meer op leeftijd. Dus maar ik zeg, hij had hem echt impulsief gekocht. En na hem aangekocht, dan denk ik, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik wil eigenlijk wat rustiger aan gaan doen. En nu heb ik nog een boel extra werk. Ja? Ja, ja, ja. Dus kwam voor hem misschien ook al goed op pad. En tot jij had er wel zin in? En ik had er behoorlijk veel zin in, ja. Ja, ja, je was dus niet de enige die dat zag. Er waren ook mensen om je heen die zagen dat jij eigenlijk een goede ondernemer zou kunnen worden. En, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Kun je ons eens meenemen in die 17 jaar? Ja, precies. Je zei, ik ben in 2002 begonnen. Ja. Het is nu 2019. Dus in 17 jaar tijd heb je een bedrijf opgebouwd. Ja. Wat je nu super mooi op de kaart hebt gezet. Ja. Ik ben net in je winkel geweest. Dank je wel. Echt super mooi om te zien. Dank je wel. Je bent online super actief. Ja. Daar wil ik ook nog wat meer over weten. Maar kan je eens vertellen van hoe is dat gegaan die afgelopen 17 jaar? Ja. Nou ja, enorme grote vraag, dat besef ik. Maar ja, zeker. Het is een heel verhaal. Maar hoe kijk je erop terug? Het zijn continu wel ontwikkelingen. Hè? Want dat is het. De een die gaat iets doen en die is daar oké mee. Maar bij mij slaat er heel snel de verveling toe. Aha. En niet dat ik dan minder waardig. Want ik ben hier begonnen met 3 man personeel. Die had ik mee overgenomen. Ja, inmiddels zijn het er 18. Zo, hè? Ja. Wow. Ja, die hebben jullie helemaal nog niet gezien, hè? Nee, ik wou net zeggen. Maar wacht, begin toch die koers aan open gaat. Oh, ja. Nee, ze werken natuurlijk niet allemaal tegelijk. Maar we hebben 18 man lopen. Zo. En het is een heel verhaal. Maar het gaat, wat ik zeg, het gaat gewoon puur over ontwikkeling. En nu kijk ik er ook weer anders op terug. Nu ben ik ook heel anders als toen ik begon. Want toen was ik ook echt slager, hè? Echt je passie, en dat is het nog steeds wel. Maar nu ben ik eigenlijk meer ondernemer. Want er zijn nu ook gewoon ontwikkelingen gaan nu ook veel harder als vroeger. Dat zeg ik wel meer. Vroeger deed je er zeg maar decennia over om multinational op te bouwen. Niet dat dit nou multinational is, maar gewoon even voor je beeldvorming. En tegenwoordig kan je binnen een half jaar met een online wereld kan je al zoiets bereikt hebben. Ja. Maar dat geeft gewoon aan, ontwikkelingen gaan zo verschrikkelijk snel. Ja. En ik vind echt, als ondernemer zijn, dan kan je daar niet in achterblijven. En zeker niet als slager. Of juist niet als slager. Ja. Maar goed, eventjes in die 17 jaar terug. We beginnen met 3 man personeel. Heel snel hadden we al een verbouwing gedaan. Ze hadden wel lekker naar mijn zin. Ja, en dan krijg je allerlei andere ontwikkelingen. Want ja, ik zeg wel meer, every level has its own devil. Hè? Dus je loopt ook weer tegen andere dingetjes aan. Ja. Maar ja, goed, dan komt het pand hiernaast te koop. Wat ga je dan doen? Ga je dat voorbij laten schieten of zeg je van, we pakken het beet? Nou ja, we pakken het beet. Het was een woning, maar ik wist wel dat er al een winkelbestemming op zat. Dus dat kwam eigenlijk prima uit. We hebben het toen verbouwd. Er zit nu een winkel in, die verhuur ik nog steeds. Aha. Het grote voordeel daarbij is dat bij die woning zat een hele grote garage. En die wilde ik juist
dat winkelgedeelte, dat was natuurlijk oké om te verhuren, zeg maar. Maar die garage was eigenlijk weer heel super voor de slagerij. Daar zitten we nu. Ja, ah, kijk. Ja. En de volgende fase hebben we dit allemaal weer helemaal verbouwd. Want ik heb het eerst als garage zo gelaten. Een beetje opslag. Ja, dan heb je weer wat gespaard. En dan zeg je, joh, weet je, we gaan een mooie werkruimte van maken. Kantine, vriezer, koelcel. Mm-hmm. Ja, dan hebben we dat verhaal gedaan. Dan gaan we... Ja, je krijgt wat andere aanbiedingen. Dat je denkt, jeetje, hoe gaan we nu verder? Gaan we misschien een slagerij erbij doen, vergroten? Maar dat voelde steeds niet 100%. Hmm. En door op verderop kreeg ik echt een goede aanbieding ook. Nee, het werd hem toch ook niet. En hoe ziet zo'n aanbieding eruit? Kan je dat zo omschrijven? Wat krijg je dan aangeboden? In eerste instantie was ik zelf met een pandje bezig. Daar was een slagerij failliet gegaan. Maar dat viel niet helemaal mee om dat helemaal over te nemen of een soort doorstart te maken. Want dat was met het personeel even een moeilijk dingetje. Dat heb ik door een advocaat uit laten zoeken. Die een advocatenkantoor hier zo. Met bepaalde juristen die daarin gespecialiseerd zijn. Ja, het bleek wel dat al zou ik daarin verder gaan. Dat mogelijk het personeel ook bij mij aan zou kunnen kloppen. Mm. Nou, dat wilde ik absoluut niet. Ik wilde echt met een schoon schip beginnen. Dus ja, dat geen 100% niet doen. Dan gingen ze een nieuw winkelcentrum bouwen. Kwamen ze hier zo voor op de koffie van, joh, zie je het zitten om daarheen te gaan? Ik zeg, nou, ik ga erover nadenken. En wilden ze jou hier weg hebben? Of wilden ze daar ook iets gaan verhuren aan jou? Dan, ja, precies. Ja. Okay, ja. Dus gewoon een winkel erbij. Ja. Nee, ik doe het niet. Nou, toen kwamen ze op een gegeven moment met de portemonnee kwamen er langs. Van, joh, we willen erin mee. Ik zeg, nee, dan doe ik het juist niet. Want als ik gelijk ja had gezegd, dan had jij ook tekort gedaan. Dus maar goed, maar toen dacht ik wel van zoiets van, ja jeetje, ik wil nog meer. Maar wat ga ik nou doen? Ik denk, weet je, ik ga weer een nieuw businessplan schrijven voor mezelf. En het is helemaal niet, want ik heb de MAVO net aan afgemaakt. Het is helemaal niet zo, een businessplan klinkt misschien wel zwaar, maar gewoon, het zijn meer richtlijnen voor jezelf. Van joh, mm-hmm. Waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat bereiken? Nou ja, er kwam toen een stukje automatisering naar voren. Mm-hmm. Webshop hebben we toen weer opgepakt. We wilden meer vleeswaren zelf maken. Automatiseren, misschien net al gezegd. En dan als klap op de vuurpijl gaan we ook nog eens een keertje verbouwen. Ja. En dat hele plan heb ik 4 jaar geleden geschreven. En we hebben iedere keer een klein stukje gedaan. Nou ja, vorig jaar hebben we dan als klap op de vuurpijl de verbouwing gedaan. Ja. En vlak voor de verbouwing, ik weet niet wie het geweest is, maar heb er nog eens iemand gezegd van zo, Koppen, als je nou die verbouwing gedaan hebt, dan is het zeker wel even klaar, hè, met je. Toen dacht ik, ja, inderdaad. Dan heb ik even niks meer... Maar ja, we hebben die verbouwing gedaan. Het was echt rete druk. En ik ben in de zomer op vakantie gegaan. De eerste 3 dagen was ik even helemaal klaar met alles. Maar op een gegeven moment gaat het motortje weer draaien. Je krijgt weer allerlei inzichten en ideeën. Ja, tot aan de dag van vandaag heb dat nog nooit zoveel... Dat motortje heeft nog nooit zo hard gedraaid als op het moment. Wauw. Nu ben ik dan 44. Nou, het YouTube-kanaal gestart. Op Instagram is Boetje Björn bezig. Oh ja. Ja. Ja, we gaan natuurlijk nog meer op online inzetten. Dus ja, zat ideeën. Kan je nog eens wat meer vertellen over die... Dat is misschien wat saai, omdat het al achter de rug is. Maar nee, die automatisering, wat houdt dat in? En hoe heb je het aangepakt? Automatisering houdt in... We hebben een zeg maar... met die webshop zit het aangekoppeld. Het is gewoon een computersysteem. Daar zitten de kassa's aangekoppeld. Mm-hmm. En eigenlijk zetten we alle bestellingen sowieso. Dus buiten de webshop om... Uiteindelijk komen ze wel met elkaar, maar alle bestellingen, je krijgt natuurlijk telefonische bestellingen of bestellingen in de winkel. Dat zijn particulieren met name of ook zakelijke klanten? Of? Allebei, ja. Horeca doe ik sowieso niet zoveel, maar we hebben wel allerlei andere bedrijven hier in de buurt zo, die we gewoon bedienen natuurlijk. Dat komt allemaal bij elkaar in dat ene systeem. En dat is ideaal, want je kan per dag, je kan per minuut kijken, joh, welke bestelling moet dus eerst gemaakt worden, welke moet bezorgd worden, welke tijden. Maar ook kan je natuurlijk kijken, je moet natuurlijk je cijfers weten. Iedereen die schreeuwt erover. En het is echt zo ook. Als voorbeeld, kan ik wel even vertellen over de vleeswaren, zeg maar voor de verbouwing. Ik weet dat dat de grootste productgroep is. Nou ja, dan neem ik dat ook mee in de verbouwing. Want die wil ik eigenlijk voor het mooie, als ik die al 10% rendabeler kan krijgen of groter, dan verdient dat eigenlijk heel die verbouwing al terug. Als je een andere productgroep hebt, ik noem maar potjes kruiden of iets dergelijks. Nou, die zie je haast niet in mijn winkel. Dan kan ik wel zeggen, joh, ik ga proberen om die groep te verdubbelen.
ja, als je een tientje hebt, er wordt dan twee tientjes. En laten we zeggen, die vleeswaren is 1000 euro. Als daar 10%, hè, dan ga je 100 euro ook vooruit. Ja, dus ja. Zo heb ik het een beetje gedaan. En ik vind ook, in je vleeswaren zit ook het meest onderscheidende vermogen. Hm. En de hoogste marges. Dus dat is een beetje dat automatiseren. En het werkt ook gewoon echt super in hele drukke tijden. Dan zie je het juist. En met 18 medewerkers. Ja. Als die allemaal wat anders gaan doen, dan ja. Is het juist fijn als ja. Er één plek is waar je alles nog kan terugvinden, zeg maar. Precies, ja. Ja. Als het druk is. Ja, vroeger als je natuurlijk op briefjes schrijft. Iedereen heeft zijn eigen handschrift. Oh, ja. Ja, dan ga je al foutjes maken. Ja. Overal waar mensen wat meer handelingen moeten doen, worden fouten gemaakt. Ja. En dat gebeurt gewoon. En in zo'n automatiseringssysteem, ja, dan heb je het verkeerd ingevoerd. Maar voor de rest is het wat het is. Maar ik bedoel, maar in hele drukke periodes, dan heb je met één druk op de knop in de barbecue tijd, weet ik meteen, hey, ik heb zoveel 100 porties saté nodig. Met de kerst, over je gourmetjes of noem maar wat. En dan weet ik gewoon, joh, ik heb zoveel personen gourmet nodig. En dan staat er ook al meteen onder, dat is dan zoveel kilo biefstuk, zoveel kilo varkensaus. Ja, meet is weten. Ja, ja. En dat is echt, en dat geeft ook zoveel rust voor jezelf. Ja. Ja. Oh, ik vind het bijzonder dat je zo doorontwikkeld hebt van slagersjongen, bij wijze van spreken, tot ondernemer met bijna 20 man aan het werk. Ja. Hoe kijk je daar zelf naar? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is gewoon natuurlijk gegaan. Hm. Ja. Het is ook niet van tevoren opgezet of bedacht of iets dergelijks. Want je maakt gewoon iedere keer een stapje. Hm. Ja, en dan denk je, ja, volgens mij is dat op deze manier nu het beste. Ja, en als je dan nu naar 17 jaar terugkijkt. Dan denk je, oh ja, dat is op zich wel geinig zoals dat er nu voor staat. Ja. En dat geeft jezelf weer meer de ruimte om nog meer te ondernemen. Ja. Want dat is wel hetgeen wat ik eigenlijk heel gaaf vind. Hm. En dat blijkt ook wel uit het feit, want we hebben nog een kledingzaak ook. Vrouw en ik. Nu moet je even doorvertellen. Wat de fuck is dit? Een kledingzaak. Ja, ja. Die zou ik niet aankomen. Even heel wat anders. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik ben met mijn eerste liefde getrouwd. We hebben 2 hele mooie kinderen. Het is heel bijzonder allemaal. Tenminste, je hoort het niet zo vaak meer natuurlijk. Dat je met je eerste liefde ook zo lang vol kan houden. Misschien is het vaak knapper als voor mij. Maar goed, dat moet je haar naam maar eens een keertje vragen. Maar zij is altijd thuis geweest voor de kinderen. En de kinderen die zijn nu, die staan op eigen benen. Min of meer 19 en 16 zijn ze. Dus daar kan je wel enige verantwoording aan overlaten. Maar ze had altijd een beetje zoiets van, ik wil wat voor mezelf beginnen. En op een gegeven moment, ja, dat is 4 jaar geleden, kwam er iets vrij hier in het dorp in Naaldwijk. Een pandje, een leuk klein pandje. Ze zegt, is dat wat? Ik zeg, nou, dat denk ik wel. Maar toen werd het ook gelijk heel spannend voor. Dan zegt ze, nee, doe het niet ook, joh. Want ik ben heel slecht met cijfers. En dat hebben ook creatieve mensen. Die zijn slecht met cijfers. Ik zeg, nou, jongens, het nou eens zo doen. Dat jij nou gewoon zorgt op die werkvloer dat het daar voor elkaar komt. Dat jij dat creatieve gaat doen. En nou, ik de boekhouding bij. Ja, zei we dat? Ik zeg, tuurlijk, jij bent altijd voor de jongens er geweest. En nou is het jouw tijd ook. Dus joh, zo gezegd, zo gedaan. Dat loopt als een trein. Sterker nog, we zijn vorige maand zijn we verhuisd met dat pand. Ze zijn iets verderop in de straat gaan zitten. Een grote pand hebben we betrokken. En dat gaat ook vooralsnog super. Zo, en hoe heet dat bedrijf? Wat voor kleding maken? Boho Rebel heet het. Dat is echt dameskleding gericht op de jongere dames, zeg maar. Je ziet het natuurlijk heel sterk met festivals en zo. Ja, waar je vroeger natuurlijk Dance Valley had en Mysteryland en Tomorrowland hield het wel een beetje op. En tegenwoordig heb je natuurlijk ieder weekend wel een stuk of 5. Ja, en dat social media, dat houdt natuurlijk ook iedereen wel aardig in de gaten. En ja, 2 keer dezelfde kleding op een festival kennen eigenlijk niet. Hm. Weet je, dus... Dan spelen jullie op in? Ja, ja. En met wat voor kledinglijnen dan? Zijn dat gewoon bestaande merken? Of importeer je zelf dingen? Nee, dat niet. Nee, hoor, nee. We hebben een aantal... goede merken. En de basis is hetzelfde, weet je niet, maar het roleert wel een beetje. Hm. Ja. Maar hoe schat je nou in of dat een goede business beslissing is? Hoe heb je dat berekend? Van oké, we gaan het pand huren en kosten. En ja. Hoe pak je dat aan? Nou ja, dat is heel makkelijk. Ik pak een pen en een papier en een rekenmachine. En dan ga ik mee aan de slag. Ja. En dan is het
Voor mij is het geen hogere wiskunde. Nee. Maar wel een beetje dat ik denk van oké, dit zou de omzet eens kunnen zijn. Ja. En je weet dan zeg maar, je bruto marges. En dan ga je voor de rest kijken, wat zou nou ongeveer al je kosten zijn. Dan heb ik natuurlijk een beetje ervaring met slagerijen. Kijk, internetkosten, dat is min of meer gelijk. Weet je niet, dat soort dingen. Ja. Het lijkt me best wel risicovol van oké, we gaan in de digitale tijdperk gaan we een stenen winkel openen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. We gaan ergens een langlopend huurcontract aan en we gaan kleding verkopen. Ja. Nou, moeten we maar afwachten. Ik wil er zelf juist ook 5 jaar. Want 5 jaar, dan kun je pas een beetje serieuze business neerzetten. Ja, oké. Waarom zeg je dat? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, je kan ook wel voor 1 of 2 jaar huren. Maar binnen een jaar weet je nog niet of het echt serieus goed zou kunnen lopen. Aha. Weet je, het eerste jaar is toch vaak... Nou ja, als je op 0 punt uitkomt, het is toch gewoon een investering die je doet. Ja. Het eerste jaar heb je toch ook opstartkosten. Ja. Is natuurlijk gewoon al lastig. Ja. Weet je, en na 5 jaar dan heb je echt een serieus beeld van... Oké, we zijn goed bezig of niet. Ja. Weet je, dus dat. Maar ook wel gewoon, er zijn een hoop kledingwinkels. En dat staat zeker onder druk. Mm. Maar waar we juist ook heel sterk in zijn, is met het social media. En net even anders doen als de rest. Mm-hmm. Net even wat persoonlijker. Weer terug, een beetje naar de basis. Ja, je ziet gewoon dat het werkt. Anders ga je natuurlijk niet de winkeloppervlakte verdubbelen. Zeg maar. Nee, dat is dan weer een risico wat je neemt natuurlijk. Om het groter te maken, je kosten nemen toe. Ja. Hoe heb je dat beoordeeld? Ja, zeggen wel eens zo mooi. Ja, risico. Iets is een risico als je er niet goed over nagedacht hebt. Hmm. Dat is wel een goeie, denk ik. En als je er goed over nadenkt, je maakt echt een paar goede rekensommen waar je denkt, oké, dit zijn echt duidelijk feiten. Dan kom je al heel eind. Ja. Maar gewoon ook rustig nadenken. En op het moment dat ik weet van mezelf, als mijn gevoel dan inderdaad 100% is, hè, we hebben het eerder gehad over dingen die net geen 100% zijn, doe ik het gewoon niet. Ja. Luister ik sterk naar mijn gevoel of intuïtie. En als het wel 100%, dan ga ik er ook 100% al in voor en dan gaat het ook succes worden. Ja. Zo sta ik erin. Ja. Nou, ik vond het mooie, toen ik je vroeg voor de podcast, voor een interview, zei je ook meteen ja. Dus toen voelde je blijkbaar ook meteen van, ja, dit gaan we gewoon doen, dit lachen. Ja, toch? En, ja. Ja, maar het is gewoon gaaf, toch? Nee, ja, je zit ook geen risico aan verder. Dus dat scheelt natuurlijk. Maar ik vind wel knap dat je aan de ene kant dus ondernemend bent en bepaalde onrust in je hebt. Ja. Aan de andere kant ook wel de rust weet te vinden of de wijsheid of de inhoudelijke feitenkennis om goede beslissingen te maken. Ja. Want dat is natuurlijk voor heel veel ondernemers, in ieder geval, ik herken ook dingen uit mijn eigen bedrijf, dat je steeds iets nieuws wil doen, waardoor je iedere keer succes om zeep helpt. Ja. Er wordt natuurlijk op de podcast van Ome Ilko ook voor gewaarschuwd. Ja. Ja. Ik heb het over Ilko de Boer. Ilko, als je luistert, leuk. Ik zit hier met Björn de Glute. De grote rib-eiking. Hoppa. Maar zelfsabotage, zoals het zo mooi noemt. Hoe heb jij je daaraan ontworsteld? Of hoe blijf je daarvan weg? Nou ja, dat is ook wel continu een beetje balanceren op verschillende dingen natuurlijk. Hè? Want aan de ene kant wil je inderdaad gewoon wel... hetgeen wat je opgebouwd hebt, dat moet ook gewoon doorgroeien. Hè? Maar je hebt ook zat andere ideeën. En je hebt ook nog een stukje privé. Ah. Daar moet je altijd een beetje tussendoor balanceren. En zeker in een slagerij heb je gewoon af en toe in een jaar... heb je gewoon echt je pieken, dat je echt even ook aan de bak moet. Hmm. Want we kunnen allemaal wel over vrijheid en dit en dat... maar je moet af en toe, dat is ook helemaal niet erg... om even gewoon de mouwen op te stropen... gewoon even volle bak te gaan. Ja. En die tijd heb ik zeker ook gehad met het opstarten van de slagerij... want toen liep ik ook echt gewoon echt de hele week... Totdat je op een gegeven moment denkt van... ja, dit is ook niet de way to go. Maar dat moet natuurlijk niet voor altijd zijn. Want dat kan niet het doel zijn. Op een gegeven moment moet je wel makkelijker... zeg maar, mensen aan kunnen nemen. Ja, anders klopt je businessmodel niet. En je verdienmodel klopt dan gewoon niet. Nee, dus als er geen geld verdiend wordt... kun je geen mensen aannemen... en kun je jezelf niet vrijspelen. Nee. Bedoel je dat? Ja. Precies, ja. Want je moet zelf ook op een gegeven moment... eventjes zorgen dat je de rust hebt. Want dat is het allerbelangrijkste. Jij als ondernemer zijn en jij moet rustig, jij moet goed in je vel zitten. Ja. Want dan straal je uit op je mensen. En het is voor jezelf al sowieso al lekkerder. Voor je familie is het lekkerder. En het mooiste is, je krijgt dan nog de beste ideeën ook om te gaan
door te gaan met ondernemen. Ja. Of oplossingen te verzinnen voor iets. Hè? Ja. Dat kan ook, want je loopt allemaal een keertje tegen iets aan. Nou, ik krijg als ik 200 kilo geelwas staat te maken, dan krijg ik niet de beste oplossing voor een probleem of de mooiste ideeën. Nee, die krijg ik pas als ik lekker op het terrasje zit of als ik lekker op een strandbedje leg. Ja. Dan denk ik ineens van ping, hey, dat is een goeie. Dan beginnen de kwartjes en de euro's te vallen, zeg maar. Ja. En de ene keer is het natuurlijk een grote ding, hè, wat je in je hoofd hebt. En de andere keer is weer een kleinere oplossing voor iets. Want hoe zie je dat, zeg maar, het uitbesteden van dingen? Dus je hebt heel veel werk natuurlijk nu bij andere mensen gelegd. Ja. Wil je daar nog stappen in maken voor jezelf? Oh ja, zeker. Ja. Ik vind voor mezelf al dat ik op de goede weg ben. Maar ik ben er nog lang niet. En het is voor mij ook, zeker wat ik net al zeg over die boekhouding. Weet je niet? Ik doe het nog steeds grotendeels zelf. Maar dat is nu op het moment echt voor af en toe een beetje een worsteling voor mezelf. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk met de slagerij, met de kledingzaak. Dan gaat er zo meteen, dan komt er nog een online bedrijfje, komt er nog eens een keertje bij. Weet je niet, maar het komt allemaal op. Op jouw bordje. Precies. En ondanks het feit dat ik me steeds op de werkvloer in de slagerij steeds meer weg kan cijferen als het ware. Mm-hmm. Dus daar heb ik daar wel mijn handen vrij voor. Maar vind ik het af en toe ook wel een beetje belastend. Want er zijn soms qua boekhouddingetjes zijn ook heel hele simpele dingen om één op één over te nemen. En dan denk je, ja, dat kennen een ander eigenlijk ook. Ja precies. Maar goed, ja, voor de rest, joh, ja, het is meer of meer het fine-tunen van. Ja. Dat blijft misschien toch altijd wel. Als je het marketing gebeuren hebt. Nou, ik heb zo'n marketinggroepje met een paar van die zaterdagmeiden. Mijn zoon zit erin. Er zit een dame in, die heeft een eigen reclamebureautje. Echt top dame. Ja. Er zit tegenwoordig nou een roze in die mijn filmpjes edit voor de YouTube. Ja. Maar die regelen gewoon voor de slagerijen op dit moment de Instagram en de YouTube filmpjes en dat soort dingen allemaal. Ah, nice. Ja. Dus ik moet alleen maar eventjes zorgen voor goede content, leuks, energie. Ja, en zij maken er wat van. Ja. Alleen ik zeg wel, ja, dan ga je Boetje Beuren starten. Ja, dan begint het hele showtje weer opnieuw. Weet je niet, nu doe ik dat verhaal nog eventjes zelf. Weet je niet, maar dat gaat als het ook allemaal uitbesteed worden. Ja, maar wat ik mezelf wel eens afvraag, en mm-hmm. dat schiet mij nu ook te binnen als ik met jou praat, is wanneer is het genoeg, weet je wel? Kunnen we ook gewoon een keer tevreden zijn? Weet je hebt zoveel bereikt, dat vind ik zo mooi. En, ja, maar het gaat niet over tevreden zijn. Nee. Ja, mijn schoonvader die zegt dat ook, maar die kan mij sowieso niet heel erg volgen. Maar het is mijn beste vriend overigens. Ja. We hebben echt hele goede gesprekken samen. Hij zegt, ik vind het zo knap wat je doet. Ja. Maar hij zegt, moet je dan nog meer geld verdienen? Ja. Nee, maar ik zeg, dat gaat helemaal niet om. Als zou het om veel geld verdienen gaan, dan zou ik niet moeten stoppen. Ja. Daar gaat het gewoon niet om. Het gaat om je eigen gevoel, maar ook om je eigen ontwikkeling. Ja. Ik vind het nou echt, ik vond het echt spannend om dat YouTube-kanaal nou te starten. Weet je, want het is echt out of my comfort zone. Af en toe zeg ik ook liever van, joh, ik ga lekker even rustig in een hoekje staan, dat niemand me ziet of weet ik het wat. Weet je niet, dat ik even uit beeld ben. Mm-hmm. Maar nu ga je eigen toch echt even helemaal profileren. En zeker, denk ik, in de slagerswereld. Want er is gewoon eigenlijk alles in te winnen. Perfect. Ja. Ja, dat denk ik wel. En zeker ook in een tijd van dat vegan en dat ze mij allemaal helemaal hip en happening zijn. Dan denk je, weet je, kom op, je bent allemaal mens. Je mag een stukje je vlees eten. Je hoeft echt geen kilo te eten. Dat is ook onzin. Of een keer een dagje overslaan kan ook geen kwaad. Mm-hmm. Maar als je dan gewoon wat je eet, dat het gewoon goed is. Daar sta ik wel voor. Enorm goed. Dus ik wil echt een beetje tegengeluid laten weten. Mm-hmm. En sowieso ook als ambachtsman zijnde. Wat ook aan de andere kant is, er zijn gewoon veel te weinig ambachtsmensen. Hm. In het slagersvak zeker. Dus joh, ik wil gewoon eens een keer eventjes wat anders laten zien. Ja. Ja, en dat is sowieso mijn missie, mijn doel. Ja. En, maar je zei dus van, dat vind ik nog wel spannend. En, tuurlijk. Maar ik blijf groeien. Ja. Maar je vindt het niet vervelend. Dus daarom begon ik erover van. De stap die ik zelf nog wel eens oversla is dat ik af en toe ook even om me heen kijk en denk van, hé, maar ik heb het gewoon goed voor elkaar, weet je wel. Ja. En daar ben ik blij mee en daar ben ik dankbaar voor en daar geniet ik van. Ja. Misschien gaat het wel over het vergelijken, zeg maar. Dat is waar ik zelf nog wel eens tegenaan loop. Ja.
dat ik me vergelijk met iemand anders. En dat is bijna altijd iemand die het beter doet dan ik. Mm-hmm. Of die ik benijd om iets wat hij bereikt heeft, dat ik nog niet bereikt heb. Ja. Maar uiteindelijk, uiteindelijk moet je wel je eigen showtje doen. Ja. Weet je wel? Je kan af en toe wel even naar een ander kijken van, joh, hoe pak hij nou zoiets aan? Ja. Maar uiteindelijk moet je dat wel gewoon naar je eigen toe vertalen. Ja. Ja. En lekker dicht bij je eigen blijven staan. Ja. Dan krijg je gewoon, dan ben je het meest uniek. Ja. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je zelf je eigen sausje ervan maakt. Ja. Dat is je goed gelukt volgens mij. Dank je. Kun je eens wat meer vertellen over jouw YouTube-kanaal? Want jij hebt dus Butcher Björn. Ja. Sorry. Ja. Je hebt dus Butcher Björn. Ja. Ja. En je hebt ook een opvallende verschijning. Hoe zou je het zelf omschrijven? Je hebt mooie tattoos. Een paar tatoetjes. Kale knar, net als ik. Mooie, leuk, mooie baard. Thanks. Helemaal hip. Je hebt stoelblessie. Ja, lekker. Ja, goede uitstraling. Wat, hoe ziet dat er op YouTube uit? Ja, wel geinig denk ik. Ik heb leuke reacties. Het zat al een beetje in mijn systeem dat ik denk van, ooit ga ik eens een keertje, denk ik, YouTube. Hè, als tijd er rijp voor is, als ik nog wat meer mijn eigen weg kan cijferen, zeg maar, hier in de slagerij, om daar tijd voor vrij te maken. Mm-hmm. Wat ik al eerder aangaf, voor je ambassadeur te zijn, voor je eigen winkel en voor het slagersambacht. Mm-hmm. Dus dat had ik al met mijn marketinggroep overlegd. Zei ze, nou, weet je wat, we gaan eerst wel eventjes bloggen. Dat is misschien eventjes een stap ernaartoe. Maar goed, dan kom je eens hier en daar. En dat was bij een eerder seminar ook van meneer De Boer. Ja, toen werd de een naar de ander die zegt tegen mij van, joh, weet je wat jij nou moet gaan doen? Ik zei, je moet gaan YouTuben. Ja. Oh. Nou ja, na één keer denk je, ja, het zal wel. Maar als je het nou 10 keer gehoord hebt, dan denk je, ja, ik geloof dat ik dat toch maar moet gaan doen dan. Ja. Dus, een beetje bemoediging uit je omgeving is dan toch wel handig of zo. Ja, het zit ergens wel in je systeem. Ja. Ja, want ik had het al genoteerd, ik had het al gemeld. Mm-hmm. Maar we hebben dat blog maar eventjes geskipt. Ja. We zijn gelijk maar even een paar treden verder gegaan. Ja, gelijk, mensen hebben geen zin meer om te lezen, man. Het is allemaal, er komt zoveel op je af. Ja. Ja. Het is echt, het is voor mij ook niks, want ik ben dyslectisch. Dus duidelijk. Dat wordt niks. Ja. Dus ik heb gezegd van, joh, in grote lijnen hebben we een soort plannetje gemaakt. Van, joh, oké, we gaan het eerst gewoon maar eens een keer 20 dingetjes doen. Mm-hmm. We willen het 2 wekelijks doen. Mm-hmm. Woensdag staan om 5 uur posten. Een aantal dingen dat je een klein beetje globale strategie hebt. En voor de rest gaan we er gewoon lekker mee aan de slag. Mm-hmm. Probeer zoveel mogelijk in één keer te shooten. Dat is het meest spontaan en het meest leuke. Yo, en we zien het wel. Nou ja, de eerste keer dan is het enorm spannend om eens een keertje, waar moet je nou kijken in zo'n camera? Ja. En dan denk je nog wel eens een keer, oh ja, zus of zo. Ja, maar nu merk je het toch wel na een paar keer. Ik ben er nog lang niet hoor. Zeker niet. Je bent er eigenlijk nooit. Maar nu, ik merk wel dat het alweer makkelijker gaat om die camera even te pakken. Ja. Wat is je trademark? Heb je al iets? Mr. B heeft? Nee. Nee, die met dat zout zo. Ja. Nee, dat heb ik nog niet. Nee, nee. Nee, maar dat kan je niet, denk ik, van tevoren. Dat je zegt, nou, ik ga nou echt specifiek dat doen of zo. Nee. Het zijn gewoon dingen die misschien terugkomen, waardoor je ziet van, hey, dat vinden mensen toch wel leuk om te zien. Ja. Wat zijn de reacties? Wat krijg je terug? Ja, leuk. Leuk, ja. Ik zeg al, qua geluid hebben we nu even een dingetje. Dat moeten we eventjes aanpassen. Want je hebt toch in de slager een hoop achtergrondgeluiden. En dat merk je dan wel in zo'n vlog. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. Een zendertje of zo ga je dan gebruiken? Precies. Of zo? Ja, ja. Kun je lekker mee lopen? En, ja. Dus joh, maar dat zijn allemaal dingetjes. Joh. Het belangrijkste is dat je het gewoon doet. Ja. Want we kennen van tevoren wel gaan verzinnen van, we gaan het zus en zo doen en dan ga je het nog weer aanpassen en dan ga je het nog weer aanpassen. En uiteindelijk gebeurt er niks. Mm. We hebben gewoon gezegd, joh, we gaan gewoon mee aan de slag. Het, zeker die eerste paar zal echt niet perfect zijn. Dat geeft ook niet. Het gaat een beetje om de spontaniteit. Ik heb ineens een idee voor je, Björn. Oh. Let op. Come on. We gaan samen vloggen. Ik ben goed in ongevraagd advies. Dat zijn even mijn specialiteiten. Dus normaal probeer ik dat in te slikken. Maar je had het over je purpose net, hè? Mm-hmm. En misschien wil je iets omschrijven. Wat is je purpose? Nou ja, mijn doel is op het moment, mijn zoon zit ook goed in de slagerij. Mm-hmm. En die is 19, maar die maakt enorme stappen. Het ziet er naar uit dat die volgend jaar ook echt op papier ook in de slagerij komt. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk al wijs gaaf. Hè? Mm-hmm. Heb je een beetje eigen wat erin zit. Mm.
ja, ik heb het al eerder aangegeven. Het ambacht wil ik gewoon eventjes wat hipper en wat leuker krijgen. Mm-hmm. En dat vind ik wel echt een belangrijk doel. Ja. En daarbij probeer ik ook echt op die online wereld me te richten. Ja. En dan zie ik vanzelf al, kijk, je doet een deur open. Mm. En er zit of een deur achter, of er zit niks achter, dan doe je die deur weer dicht. Ja. Of er zitten misschien wel twee deuren achter. Je ziet vanzelf wat op je pad komt. Ja. Maar er komt wel wat. Ja. Ik denk, ik zat na te denken over, ben natuurlijk met je aan het praten, ondertussen probeer ik jou te begrijpen en wat je wil. En lukt dat een beetje? Ja, dat lukt uitstekend. Ja. Je praat gewoon heel lekker duidelijk. Maar op het moment dat je in deze tijd zegt van nee, vlees is gewoon goed, dan zullen er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, maar zo zit het niet, Björn. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je het van je af laten glijden of je kan er tegen ingaan of... Ja. Whatever. Ja. Maar je zou ook kunnen nadenken over een soort reframing. Stel dat jij zegt, mijn missie is schoon vlees. Mm-hmm. Ik ben ziek en zat van al die vervelende goedkope ribcarbonades. Ik ben helemaal klaar met die plofkip. Ik ben klaar met dit. Mm-hmm. Waarbij je eigenlijk als een soort luizende pels de supermarkt gaat aanvallen. En een soort strijder wordt voor goed vlees. Ja. En goed, wat je dus eigenlijk zegt, dan is van... We hoeven niet 3 keer per dag vlees te eten. Dat is echt niet nodig. Nee. Dus als je minder vlees wil eten, doe dat zeker. Ja. Maar als je dan vlees eet, eet dan in ieder geval vlees wat eerlijk geslacht is. Van dieren die een goed leven geleid hebben. En die met liefde zijn en met vakmanschap zijn of uitgebeend of whatever. Ja. Ja. Snap je? Ja. Maar als je het verhaal... Zo vormgeeft dat jij een strijder bent in dienst van eerlijk vlees, fair meat, weet je wel, hashtag fair meat of hashtag clean meat of whatever, maar fair meat klinkt al, vind ik wel goed klinken. Je boodschap zou veranderen van vlees is goed, kan je nog steeds zeggen, maar dat hoeft niet het eerste en het enige te zijn wat je zegt. Ja. Het is wel leuk dat je dat dat je dat ook zegt, maar zo was ook de insteek voor die meatboxen. Aha. Dat is allemaal super schoon. Allemaal vlees met een verhaal. Clean meat. In de winkel hebben we nog de keuze voor de klant. Want dat is eigenlijk nu nog een omslag waar we in zitten. We hebben reguliere kipfilet ook. En we hebben bijvoorbeeld ook kipfilet met een echt goed verhaal. Ja. Er zit ook een prijsverschil tussen. 2-3 keer zo duur of zo? Wat zijn de kiloprijzen? Kan je dat zeggen? Ja, de ene is, laten we zeggen, €20 de kilo. Dus voor de goede. Of tenminste, die andere is ook goed. Dus die hele goede met de verhaal. En die andere zal iets van €16 zijn, weet je. Maar mensen... Nou, dat zit al dicht bij elkaar, toch? Jawel. Maar goed, er zit wel een verschil in. En mensen vinden het heel vaak zielig voor een dier. Maar als het in de portemonnee komt, vinden ze het ook ineens heel erg zielig voor de eigen. Ja. Weet je? Maar die boxen, die wil ik sowieso echt helemaal... 100% clean. 100% clean, maar ook van één nummers allemaal vrij. Geen gluten, niks niet. Weet je? Dus nee, maar dat dan... is al waar ik die box al op inzet. Ja. Nou, je zei net, ik ben bij IKEA geweest met een groep slagers. Ja. IKEA wordt ook vaak aangehaald als voorbeeldbedrijf. Als voorbeeld van een bedrijf wat een heel duidelijke niche kiest. Ja. Van 7% van de bevolking of zo. Hè. Ik denk dat er wel veel meer naar IKEA gaan. Ja, heel veel meer. Ja. Die gewoon zeggen van, ja, weet je, dit is ons product. Ja. En daar focussen we op. Dus ik weet zeker dat voor wat jij doet, dat daar echt wel de klanten voor zijn. Ja, zeker. En de klanten die dan €4 extra per kilo te veel vinden, sorry man. Ja, mijn niche probeer ik eigenlijk, want die boxen die ik ook neer wil gaan doen, dat zijn er dan nu max 2. Verschillende soorten boxen voor een vast bedrag. En ik probeer eigenlijk, of ik zit zelf nog te denken, 2 boxen en dan een keer een seizoen. Dus dat je met een kerst zit of met een winter of een barbecue of een wild, ik noem maar wat. Ja. Nog een box erbij, maar dat zou er nog als later ontwikkeling kunnen zijn. Maar om nu in te stappen, dacht ik eigenlijk gewoon in een premium box en een box. En dat is echt, denk ik, de niche waar ik het ook in moet zoeken, is voor die sporters. Hm. Weet je niet, die gasten die lekker aan het fitnessen zijn, die willen eiwitten, die willen kip hebben, toestanden. Ja. Er zijn erbij die... die betalen al genoeg aan de abonnementje of iets dergelijks. Maar er zijn er ook bij. Die zijn ook echt zo dusdanig met de lichaam bezig. Ja. Dat ze ook, wat ze eten, dat ook goed moet zijn. Ja. Weet je wel? Ze willen geen rommel binnen. En dan betalen ze wel wat meer. Hè? Ja. Want hoe ziet die logistiek eruit? Dat ga je dan uitbesteden waarschijnlijk. Ja, we gaan natuurlijk niet zelf verzorgen. Nee.
En je moet wel een beetje koelruimte hebben. Ja. Je moet het wel kwijt kunnen in je vriezer, zo'n pakket, neem ik aan. Ja, ja, ja. Ja. Nou, we zijn wel met dosis bezig, zeg maar. En koelelementen, zo moet het in principe 2 dagen koud blijven. Mm-hmm. Als we het nu op de bus doen voor een bepaalde tijd, is het binnen een dag geleverd. Zo mm-hmm. zou het moeten zijn. Ja. Dus we zijn test aan het doen nu dus. Ja, spannend. Ja. Ja, misschien in hetzelfde thema dan nog heel even een laatste vraag. De vegetarische slager. Mm-hmm. Kennen we allemaal, of heel veel mensen kennen het bedrijf wel. Ja. Overgenomen inmiddels. Ja, verkocht aan Unilever, geloof ik. Ja. Weet je voor welk bedrag? Ik zou het niet weten. Honderden miljoenen waarschijnlijk. Goed gedaan. Ja, dus kan je eens wat vertellen over de vegetarische slager? Nou, ik denk dat die naam al genoeg zegt. Kan helemaal niet, bedoel je dat? Of? Nee, daarom. Ja. Dat vloek in de kerk. Ja. En wat vind je er cool aan? Wat vind ik er cool aan? Ja. Nou ja, nee, ik vind het helemaal niet cool. Ik vind het cool hoe ze het opgezet hebben. Ja. Tuurlijk. Ja. Dat hebben ze natuurlijk gewoon buitengewoon goed gedaan. Ja. Maar eigenlijk zie je ze als een soort verraders. Ja, kom op, hè. Je bent toch geen slager. Kijk, laten we zeggen, ik zou ze wat zeggen, gezonde slager. Nee, maar dan ga ik even toch op Simon Sinekje doen. Simon Sinek ken je natuurlijk van de why, how, what. Mm-hmm. En Simon Sinek zegt van people don't buy what you do, but they buy why you do it. Mm-hmm. Als je dat op dit voorbeeld of op op vlees toepast, zou je kunnen zeggen van mensen kopen geen stuk vlees omdat ze een stuk vlees willen. Maar ze kopen een stuk vlees omdat ze die hartige smaak lekker vinden. Ja. Dus als je die hartige smaak heel goed kan nabootsen. Ja. Ja, voelt voor jou misschien als volksvlakkerij of als faken of whatever. Ja, dan, kijk. Ja, je moet ergens een grens trekken. Nee, maar goed, we zijn met een hoop slagers en die maken echt topproducten. Ja, en dus eigenlijk gaat het over respect. Dat is niet na te maken. Mm-hmm. Hoe goed ze het ook proberen, Er gaat niks boven een lekker ribeitje die lekker op de barbecue gebakken is. Ja. Dus de natuur die is gewoon genialer dan de chemie om het na te bootsen. Zeker. Ja. En ik vind ook, je doet echt allemaal collega's ook tekort. Ja. Die gewoon echt met passie in de worstmakerij staan. Ja. Om de lekkerste worst te maken. Mm-hmm. Die mensen die zijn echt dag en nacht mee in de weer. Hè? Mm-hmm. Weet je, dan komt er ineens een vegetarische slager. Nogmaals, ik snap het hele principe. Ja. En ik vind het ook echt, aan de ene kant ook geniaal. Maar als je hem voor de auto krijgt. Nee, dat ook niet. Nee, zo zie ik er misschien wel uit, maar ik doe even niet kwaad, joh. Nee, joh. Ja, precies. Want hoe kom je aan die tattoos eigenlijk? Hoe kom ik aan die tattoos? Ja, die heb ik alweer een aantal jaar. Mm. Ik vind ze gewoon super vet. Ik vind het mooie kunst. Vertel. Het ziet er allemaal een beetje. Ik heb allemaal zwart-wit tattoos en een beetje. Ik heb geen kleuren sowieso. Mm-hmm. Ik vind kleuren vervagen, vind ik niet mooi. Mm-hmm. Het is allemaal een beetje religieuze stijl. Mm-hmm. Ik heb op mijn benen, op mijn rug, alles en nog wat. Ik heb verschillende tatoeëerders, maar er is wel vaak eentje waar ik steeds bij terugkomt. En als die me ziet, dan zegt hij, jij slagertje, ben je er weer? Ik zeg, ja jongen. Hij zegt, wat gaan we doen? Ik zeg, ja joh, waar heb je zin in? En ik laat het een beetje aan zijn over. Aha. Ja. Is dat ook echt een vriend geworden inmiddels? Of, ja, goede kennis. Ja. 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 Hoe heet dat bedrijf? Hij zit inmiddels in Eindhoven. Mm-hmm. Errol. Dus Errol was hij luistert. Nee, bar man. Het is allemaal jouw schuld, man. Ja, ja. Gaat de neus maar af. Je zei nog zo. Ja. Maar nu ook voor een deel is het ook je trademark geworden, denk ik. Ja, precies. Dat is ook al een beetje ontstaan. Want ik had eerst mijn bovenarmen had ik al getatoeëerd. Mm. En dan ga je op een gegeven moment denken, ja, weet je, de onderarmen. Je denkt, nee, je doet het niet, want ik heb toch die winkel, weet je. Moeilijk, vooroordelen, toestanden. Maar ja, op een gegeven moment denk je, ja, weet je, ik ben natuurlijk, ik ben wie ik ben. En ik doe het gewoon, want joh, het is toch mijn lichaam. Dus ik doe het, maar dan deed ik nog wel met lange mouwen. Stond ik hier in die winkel. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zet je die sport aan. En de meeste voetballers die hebben allemaal lange mouwen. Weet je niet, wordt er steeds meer geaccepteerd als het ware. Ik denk, nou weet je, nou is mijn tijd. Als je coming out. Ja. Ik denk, het mag tegenwoordig. Hoe lang is dat geleden? Een jaartje of 10 of zo? Of, Dat mijn muil, dat mijn armpjes, ja. Zoiets denk ik. Hm. Ja, vanaf een jaar of 10. Hm. Ja.
Ja, ja, nu is het gewoon cool. Ik bedoel, iedereen heeft het. Ja, joh. Nou, klopt het ook nog, joh. Nou, ik heb mijn baard al een aantal jaren laten staan. Dan wordt het steeds langer, zeg maar. Maar dat is tegenwoordig ook allemaal lachen, joh. Het lijkt alsof of ze mij nadoen. Ja, precies. Dan word je wel eens aangesproken. Heb je wel zo'n lange gewaad aan? Of, Nee, dat niet. Nee, laat ik dat maar niet doen. Nee. We hebben het gehad over jouw levensverhaal. Yes. We hebben het gehad over je slagerij. Je gaat dus niet groeien met filialen in heel Nederland, maar je wil online groeien. Ik heb ook wel eens ergens genoteerd om dat inderdaad wel te doen, maar dan zo'n soort franchise, weet je wel. Maar dat, laat ik dit eerst maar eens eventjes zo oppakken. Ja, ja. Online is voor jou wel heel belangrijk. Ja. YouTube kanaal. YouTube, ja. En hoe kunnen we dat vinden? Boetje Björn, wie kent hem niet? Ja. Kijk, weet je wat het is? Het is natuurlijk gewoon slagerij verkoppen, dat staat. Ja. Boetje Björn, die hangt erboven. Ja, precies. En dan naast slagerij van koppen zit dan natuurlijk online. Ja. Is dat cool to meet you? Ja. Nou ja, dat wordt aan elkaar een beetje gelinkt. Ja. Cool to meet you is fijn te weten dat er ook wel een serieuze slager achter zit. Ja. Er zit ook nog Boetje Björn, die, ja, nogmaals, die creëert daar waarde voor. Ja. Dus hoeft er een verdienmodel aan te zitten. Tenzij je natuurlijk aast ineens naar de, laten we zeggen, 10.000 abonnees gaat. Huh. Ja, zover is het nog lang niet, joh. En dat is... Het zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Ja, want niks is wel mogelijk via dat online gebeuren. Ja. Dat is echt niet gek. Ja. Maar ik zeg wel, joh. Zo, in die zin zit daar echt nog geen verdienmodule of verdienmodel achter of zoiets. Nee. Ik zie het al gebeuren. Nou ja, maar het is wel iets waar je natuurlijk nu al wel, want ik ben er al op geattendeerd, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik nu wel rekening mee moet houden, bij spreken met wie je nu al zaken doet, zeg maar, als leveranciers zijn of iets dergelijks. Ja. Dat je dat natuurlijk toch als een keertje in je voordeel kan. Ja, dus nu heb je eigenlijk al gekeken van waar koop jij je spullen in, zeg maar. Ja, nou ja, ik noem eventjes als voorbeeld, en die weten dat ook met Big Green Egg. Die barbecues, die groene dingen. Die man die dat ook de import doet, zeg maar, hier zo, of in, voor Europa, die kom je ook in de winkel. We hebben best wel goede contacten met elkaar. Kijk, maar dan denk ik, joh, dat is een speler voor mij voor de lange termijn. Ja. Weet je, en als ze natuurlijk gewoon, dan kan dat gewoon een win-win situatie zijn. Ja. En wat zou je ermee kunnen dan? Pakketten verkopen via zijn kanalen? Of... Ja, noem het maar. Ja. Of als ik een Big Green Egg nodig heb, dan zegt hij ook van, joh, hier heb je erin. Ja. Oh, niet, ja, niet dat zo, in de vorm van goederen of zo, maar dat zegt hij nu ook al. Joh, als hij een demo geeft of iets dergelijks, geef even een belletje. Ja. En we zetten hem neer. En wat doe je aan je persoonlijke groei, behalve naar de podcast, naar de groei voor podcast luisteren? Ja, wat doe je nog meer? Ja, tuurlijk. Groot fan. Hè? Ja, dankjewel. Ja. Nu al. Nou, wat ik wandel nogal veel, weet je niet. Ik vind het leuk om s'avonds even... dat te wandelen een paar kilometer. En dan is het wel even leuk om jou even mee te nemen. Dan doe je ook nog een beetje wat als sport. Ja. Lekker, ja. Oh, ik wil je. Ja, okay. Woordjes. Nice. Ja. Nee, maar ja, gewoon ontwikkeling. Ja, ik zeg wel, ik ben best dyslectisch. Hm. Dus ik vind het moeilijk om iets te lezen. Maar als ik iets heb wat me wel interessant lijkt, dan kan ik me er wel aardig toe zetten. Ja. En dan ondanks, dat ik 45 bijna ben, wil ik me eigenlijk gewoon nog steeds ontwikkelen, want ik ben er nog lang niet. Zo, je wil altijd naar die horizon toe, maar dan ga je hier toch nooit komen. Ja, en zo dus, zijn er echt, zoals ik nu op dit moment zit, ik er echt zo in van, we hebben nog zoveel kansen en mogelijkheden en dingen op mijn pad. Hè, maar ook weer die balans zien te vinden. Oké, het hoeft me af en toe een beetje afremmen. Weet je niet, hoeveel me niet vandaag. Ja. Ja, want we hebben het privé gedeeld ook nog een keertje met mijn kinderen, maar alles een beetje goed in het midden houden. Ja. Het is gewoon een beetje balanceren. Ja, maar je wil wel gas geven. Ja. Dat is gaaf. Ja. En dat is ondernemen. Ja. Vet cool. Ja, toch? Ja. Maar ja, ik ben het helemaal mee eens. En ik kreeg ook een beetje dat gevoel van net van op een gegeven moment, ja, je dag is ook om, weet je wel. Je hebt altijd, ik heb in ieder geval altijd meer plannen dan tijd. Ja. Dus maar het lukt jou dus blijkbaar wel om af en toe jezelf ook af te remmen. Ja, ik voel het soms een beetje aan mijn lichaam. Heel gek. Hm. Weet je, ik krijg een beetje kleine kwaaltjes. Dat ik denk, nou ben ik weer even iets te ver gegaan. Ja. Ik ben wat dat gaat, luister ik af en toe. Af en toe ook niet hoor. Maar dan merk ik aan mijn lichaam wel van, hé, wacht even. Of
je merkt het ook gewoon, misschien is het ook voor jou ook herkenbaar, dat je emmertje op een gegeven moment af en toe een beetje vol zit. Ja. Je wordt wat korter, je kan sommige dingetjes die op je pad komen wat moeilijker handelen. Ja. Hè, als je net terugkomt van vakantie of zo, is lekker uitgerust, dan, ja, dan los je dingetjes ook net even wat makkelijker op. Ja, ja, dus je moet je eigenlijk je energielevel wel op peil houden, want anders dan word je een mindere versie van jezelf eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja. 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 Ik weet niet of dat herkenbaar is, ja, maar zo zie ik het. Ja, voor zeker. Je wordt wat prikkelbaarder. En je gaat misschien ook slechte beslissingen nemen. Dat vind ik een hele gevaarlijke. Ja, het wordt moeilijker om beslissingen te nemen. Dan. Oh, oké. Okay. Ja. Weet je waar zit je te wikken en wegen. Ja, precies. Of... Ja, waar je dan anders makkelijker dat je zegt, ja, kom op, hey, we doen dit het even het zo. Gewoon, even de makkelijkere weg zoeken. Dus dat. Ja. Even kijken, wat moeten we nog bespreken volgens jou? Wat moeten we nog bespreken? We hebben het over het verleden gehad. Over de toekomst volgens mij. Hè? Over, waar we over een paar jaar staan. Min of meer over misschien over je zoon. Want denk je dat jouw zoon in de zaak komt? Ja. Of zit hij er al in? Nee, die gaat natuurlijk vanaf... Of tenminste niet natuurlijk, maar de gesprekken zijn er nadat hij vanaf 1 januari in de zaak komt. Oh ja? Ja. Ja. Vertel eens, wat heb je dan geregeld? Wordt hij mede aandeelhouder? Krijgt hij salaris? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, we hebben geen BV. Nee. Dat is belastingtechnisch nog niet helemaal interessant. Wordt een VOF dan of zo? Wordt het een VOF, inderdaad. Aha. Ja, ja, en dan komt hij erbij. Van koppen en zo? Nou ja, vandaar... We hebben met de verbouwing al voor gekozen om speciaal slagerij van koppen. Ja. Waar overal nog Buren van koppen staat. Gaan we nu een beetje over naar van koppen. Slim, ja. Ja, dus... Wat voor jochie is het? Of wat voor kerel... Ja, 19 jaar. Jonge gozer. Moet nog veel leren, maar ja, dat moeten we allemaal. Dus... Maar ik heb er enorm veel zin in. Ja, ik vind het leuk om enthousiasme van die gozer te zien. Zie je het voor je dat hij de tent langzamerhand overneemt binnen, weet ik veel, 5 jaar of zo? Ja, en dat jij je handen vrij speelt daarmee? Dat zou een ideale scenario zijn. Hm. Afhankelijk van in hoeverre het andere wat ik nu ga opstarten gaat lopen. Ja. Want dat komt daar weer los van te staan. Ja, ja, dat is wel slim dat je echt die schutting ertussen zet van... die zaak gaat niet omvallen als dat andere spul niet lukt, zeg maar. Precies, ja. Ja, ja. Ja, wat ik al zeg, dat online... Het kan natuurlijk in één keer heel groot gaan... maar dan kunnen we natuurlijk ook heel, heel snel schakelen, denk ik. Ja. En heel snel opschalen ook dan. Ja. Want dan wordt het hier waarschijnlijk ook heel snel te klein... want we beginnen natuurlijk hier vandaan. Ja. Want dan kunnen we de kosten nog eventjes laag houden. Dus je zou je eerst 1000 pakketten, weet ik veel, hier vandaan kunnen laten gaan... fine-tunen en dan als het werkt... We willen ook met abonnementen gaan werken. Ja. Ja, ik zie dat wel voor me. Ik probeer me dan ook te verplaatsen in een potentiële klant... van oké, ik krijg gewoon een pakket. Waarom ik het zou kopen is omdat ik weet van... oké, dit is goed vlees, weet je wel. Ja. En dan zou ik het per stuk verpakt willen hebben... en dat liefst ook nog een recept erbij, weet je wel. Ja, dat ik gewoon een goeie, kippie eruit trek van... Ja, wat de fuck moet ik nou weer met elkaar? Gooi er dit en dit bij. Ja. En je hebt een kipcurry op zijn Surinaams, weet ik veel. Inderdaad. Ja. Simpel. Ja. Ja. Wel simpel, dus weer niet allerlei toestanden. Niet te ingewikkeld allemaal. Ja, en als ik het dus zeg maar niet die doos in één keer kwijt kan, dan wil ik het eruit kunnen halen. En het, weet ik veel, en dan moet natuurlijk. Als het echt clean meat is of fair meat of whatever... dan wil ik het ook laten zien aan mijn omgeving. Ja. Zo ben ik dan ook wel weer. Ja. Dus dan moet het er ook een beetje fancy uitzien... dat je het kan Instagrammen van... ik trek weer even een gezond kippie uit. Of er komt weer een doos binnen inderdaad. Ja. En daar leent het zich ook wel heel erg voor, denk ik. Ja. En het moet super duidelijk zijn hoe lang het houdbaar is. Ja, dat staat op de etiketje sowieso. Ja, ja. 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 Want dat is waar mensen denken, ook al heel veel voeding weggooid. Er wordt geloof ik 40% van het eten in Nederland wordt weggedonderd. Ja, je hoort wel eens die getallen dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ja. En dat is ook angst, zeg maar, en onwetendheid. Ja, inderdaad, want er staat tenminste houdbaar tot. Ja, maar wat betekent het? Dat het gegarandeerd is, de smaak tot en de vitamine data, maar het is nog niet zo dat het een dag later niet meer goed is. Nee, maar daar zou je dus je vakmanschap kunnen gebruiken om dat aan mensen uit te leggen. Ja, ja. Nee, we hebben echt zat ideeën over om dat in het vat te gieten. Maar nogmaals, op een gegeven moment moet het ook gewoon doen. En dan gaan gewoon eerst de boxen gaan gewoon weg. Ja. Ja, en gaandeweg dat je dan bezig bent, ga je toch dingen aanpassen en fine-tunen. Ja. Totdat je op een gegeven moment echt die code kraakt. En dan denk je, nu is het goed. Ja. Ja, ik geloof je echt heilig in.
als je dit gaat doen, ik ga sowieso een box bestellen. Dus ik word gewoon klant. En ik wil ook geen korting. Ja. Ik weet niet wat het kost, maar dat komt wel goed. Top, en je hebt natuurlijk ook een enorme ambassadeur waarschijnlijk in Ilko de Boer. Als dat... Dat denk ik wel. Ik weet niet of hij daaraan doet. Ja, maar, nee, nou, ja, ik ben, ja, je had het al eens een keertje over zo... ik was even een keer live met hem of zoiets met zo'n met Instagram. Oh ja. Ja, hij mist nog wel een beetje bij hem in de buurt ook een bedrijf die een goede rib-eye hebt, zeg maar. Oké, okay, wow. Dus nou, stuur wel een keertje wat op, joh. Ja. Komt wel goed. Special pakket. Ja, 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 ja. Mooi. Ja. Hey, yes. We gaan afronden, hè? Vond het een heel leuk gesprek. Ik ook. Super. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Want ja, nou ja, goed. Absoluut. Op het moment dat je wat vraagt, schieten er ook dingetjes in mijn hoofd. Dan denk ik, nou, dan kan ik zeggen dat en dat. Ja, nee, maar je hebt... Ik ben maar een slager, maar ik heb wel, denk ik, een heel verhaal. Je bent niet maar een slager. Je bent niet een topslager. Je bent een hele mooie slager, een hele mooie ondernemer. En we gaan denk ik nog heel veel van je zien. Ja, ik doe mijn best. Heel veel van je horen. Ja. Bedankt voor het mooie gesprek. Ja, top. Jij bedankt. Super. Heel graag gedaan. Ja, en dat was alweer het interview met Butcher Björn. Björn van Koppen, mooie kerel uit Naaldwijk, waar we nog veel van gaan horen. Wil je meer weten over Björn of hem in de gaten houden en volgen? Ga even naar zijn YouTube-kanaal of naar Instagram. Zoek daar op Butcher Björn en dan kom je hem vanzelf tegen. Ik vond het tof om dit verhaal met je te mogen delen. En ik wil graag het bereik van deze Groeivoer podcast ook laten groeien. En daar wil ik graag jouw hulp bij vragen. Dus wil je me helpen? Vertel dan anderen over deze podcast. Stuur even een linkje naar ze door of attendeer ze op de vele voordelen van podcast en op deze Groeivoer podcast. Je kunt natuurlijk ook helpen door een positieve review achter te laten op iTunes. En je krijgt dan sowieso als bedankje een gratis exemplaar van mijn boek, Het Zakkompas voor een bruisend leven. Als je tips hebt voor mensen die ik zou kunnen gaan interviewen, dus ken jij een hele toffe, inspirerende ondernemer, dan mag je dat natuurlijk ook altijd doorgeven. Waarom maak ik deze podcast? Omdat het heel goed aansluit bij mijn missie en dat is mensen en bedrijven helpen bij hun groei. Dat doe ik door te spreken over groei. Door het organiseren van inspiratiedagen en groeidagen bij organisaties. Met een groeiprogramma dat zowel online als offline onderdelen bevat. En dit ben ik nog aan het bouwen. Als je nou meer wil weten over mijn missie en de concrete dingen die ik doe om mensen en organisaties te helpen groeien. Ga dan even naar mijn website gerhardtevelde.nl. Nou, genoeg reclame. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.